In deze video gaan we kijken naar een trade die ik geplaatst heb op Facebook. Ik heb op die desbetreffende dag 3 trades geplaatst en de totale winst was zo'n $1200 op die dag. De meeste winst kwam uit het aandeel Facebook, dus ik ga jullie meenemen door mijn denkproces. Hoe ben ik tot de trade gekomen? Hoe heb ik de analyse gedaan op het aandeel Facebook? En hoe heb ik de trade uitgevoerd? Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Kevin Timmer. Ik ben een trader. Ik focus me voornamelijk op aandelen en crypto. Ik ben tevens ook eigenaar van de Trade Academy, een van de grootste trainingsscholen in Nederland en België. Dus laten we snel kijken naar de trade in kwestie. Ik neem jullie eerst eventjes mee naar het overzicht waar de trades zeg maar zichtbaar zijn van die desbetreffende dag. Zoals je hier zo kan zien, er zijn 3 trades geplaatst op die desbetreffende dag op Apple, op Facebook en op SPY. En je kan zien dat de winsten voornamelijk eigenlijk bij Facebook lagen. Je ziet hier zo'n $800 op Facebook en zo'n $300 op Apple en nog zo'n klein $113 op SPY. En dan de totale winst was $1200, of iets boven $1200. Maar laten we voornamelijk even kijken naar Facebook. Die andere trades zijn eigenlijk op dezelfde manier uitgevoerd. Dus gewoon hetzelfde proces, eigenlijk gewoon dezelfde uitvoer. Maar laten we voornamelijk even kijken naar Facebook en hoe mijn gedachtegang was, zodat je daarvan kan leren en het eventueel zelf ook kan toepassen. Oké, dus we hebben hier zo de Facebook chart voor ons. Nou, ik begin zelf altijd op de dagelijkse grafiek. Dus ik schuif hem helemaal door even naar de meest recente dagen. De trade zelf was op 3 mei. Het was dus deze dag op Facebook. Dus deze 2 dagen waren dus nog niet zichtbaar. En de analyse was dus eigenlijk gedaan vanaf hier. Nou, hoe begin ik mijn analyse? Ik begin eigenlijk altijd met de 2 belangrijkste levels om mee te werken. En dat is het hoogste punt van de vorige dag en het laagste punt van de vorige dag. Dat zijn eigenlijk altijd de 2 levels waar ik mee begin. Ik zie die levels als support resistance. En vanuit daar ga ik verder kijken van oké, welke levels hebben we nog meer om mee te werken. En dat is eigenlijk de vraag die je jezelf dan moet afstellen is, nou goed, wat als het level breekt? Wat zou het eerstvolgende resistance level kunnen zijn wat we dan tegenkomen? En dat zijn vaak highs van de dagen daarvoor. Hetzelfde geldt voor als het aandeel dus door het level aan de supportkant breekt. Oké, wat zijn dan het eerstvolgende level wat je dan tegenkomt, wat je kan gebruiken als support? Er zit natuurlijk hier een klein leveltje onder. En zou je deze kunnen gebruiken en dan zou je eigenlijk zo verder door kunnen gaan met je support levels. En de reden dat we die support resistance levels plaatsen is gewoon simpelweg omdat we willen wachten tot een aandeel daar dus in de buurt komt of inkomt, zoals we dan wel zeggen. En dat is eigenlijk het moment om eventueel op zoek te gaan naar een trade. Nou, ik heb dus even deze 2 belangrijkste levels getekend. Dan ga ik zelf, we zitten nu op de dagelijkse chart, maar ik ga dan zelf een tijdframe lager om te kijken van oké, wat kunnen we nog meer vinden op een lage tijdframe. Ik zet heel even een lijn zodat we precies weten van oké, wat is de tradingdag in kwestie. Dus hier, dit was de tradingdag, dit was allemaal nog daarvoor. Dan ga ik ook gewoon kijken van oké, kan ik eventueel levels vinden om mee te werken, die we als support resistance kunnen gebruiken. En zoals ik zojuist al zei, kan je die vaak vinden op highs en lows. Maar eigenlijk op die pieken kun je support en resistance levels tekenen. Waar je dan vervolgens trades op kan baseren. Dus we hebben hier een level gevonden op de urenchart. En het laagste wat ik vervolgens wil gaan is de 15 minuten chart. Eigenlijk lager dan een 15 minuten ga ik niet. Dat komt omdat ik mijn entries en exits voornamelijk doe op de 1, de 2 of de 5 minuten. Dus omdat dat mijn entry signalen zijn, of dat mijn entry tijdframe is, dan ga ik op dat tijdframe niet op zoek naar support resistance levels. Dus ik ga op zoek naar support resistance levels, die dus hoger zijn dan dat tijdframe. En de voorkeur bij mij is dan de dagelijkse, de uren en de 15 en that's it. Dan kunnen we nog even kijken van oké, wat voor pieken en dalen kunnen we vinden op de 15 minuut. En dan zien we hier zo nog wel wat pieken en hier, maar die hebben we al getekend. Dus we kunnen deze nog wel eventjes erbij zetten. Zo, dan haal ik even deze lijn weg. En in feite hebben we nu gewoon een analyse gedaan op Facebook. Nou, hoe moet je dan voorstellen van oké, je hebt je analyse gedaan, maar wat nu? En dan is het gewoon een kwestie van afwachten. Dus als een aandeel in resistance komt, dan zou je kunnen overwegen om het aandeel te shorten terug naar beneden. Als het aandeel in support komt, dan zou je kunnen overwegen om het aandeel dus long te pakken, eventueel voor een beweging omhoog. Een andere trader zou kunnen zeggen van ja, ik pak een short zodra die het level breekt. En een andere trader zou misschien wel weer zeggen van oké, ik pak een long zodra
resistance breekt. Dus dat zijn twee manieren van traden. Er is niet echt zozeer een goed of fout. Het is meer van, oké, wat past bij jou? Wat is jouw stijl? Ik heb zelf de voorkeur om dus in feite er tegen in te traden. Dus ik koop op een supportlijn, ervan uitgaan dat die omhoog gaat. En ik short in de resistance lijn, ervan uitgaan dat die naar beneden gaat. Dus ik ga in feite voor een reversal, zoals ze dat dan zeggen. Oké, dus ik heb een analyse gedaan. Laten we gewoon kijken naar de entries. Hoe heb ik de trade daadwerkelijk uitgevoerd? En dan gaan we even naar 3 mei, want 3 mei was de trade dag in kwestie. En ik moet je wel bijvertellen dat dit een vrij agressieve trade was van mijn kant. Dus wat ik hiermee bedoel is, ik ben eigenlijk vrijwel direct short gegaan, zodra ik zag dat die niet boven resistance kon blijven. Dus we hebben hier onze resistance level 1, dat is een andere resistance level 2, die we getekend hebben op onze hogere tijdframe. Vanuit de market open, wat er gebeurt is, het aandeel valt eerst naar beneden en komt dan vervolgens terug in die resistance level 1 en resistance level 2. En het is misschien achteraf wat lastig te zeggen, maar op het moment dat dit gebeurde, ik zag dat deze candle vormen en ik zag dat hij het gewoon moeite had om echt door te pushen. Om nog hoger te gaan. Dus dit was het moment voor mij dat, weet je wat, ik pak een short. En een short ga ik er dus vanuit dat hij in het aandeel in waarde daalt. En dus geld verdien naar beneden. En dat als het aandeel in waarde daalt. En dat gebeurde ook. Het was best wel een agressieve beweging naar beneden. Ik had mijn stop net hierboven gezet. Dus deze agressieve beweging naar beneden was al een hele mooie risk reward. Dus hetgeen wat ik kon verdienen in verhouding met wat ik eventueel zou kunnen verliezen, dat is een hele mooie verhouding. Ik had mezelf betaald richting het laagste punt van de dag. Dat is sowieso iets wat ik altijd doe. Ik probeer me altijd te betalen rondom het laagste punt van de dag. En hoop ik uiteraard met een klein deel van mijn positie helemaal terug naar het eerstvolgende support level te traden. En als dat zou lukken, dan heb je echt een hele grote trade. Dus je wilt altijd jezelf een klein beetje betalen, maar wel proberen die grote trade nog te pakken op iets, op een klein beetje van je positie. Helaas, dat gebeurde niet. Hij komt terug omhoog. Vervolgens haalt hij wel het laagste stuk van de dag haalt hij eruit. Maar daarna in één keer een keiharde bounce terug omhoog. En toen ben ik er met mijn andere, met het beetje wat ik nog had, ben ik er hier uitgegaan. En heb ik uiteindelijk de positie afgesloten met zo'n $800 winst. Dus even kort samengevat wat ik hier dus nou heb gedaan. Ik ben dus op zoek gegaan op de hogere tijdframe naar support en resistance. Of, andersom, dus support en resistance. En ik heb gewacht tot het aandeel daarin komt. En dan heb ik een short positie geopend. Nou, er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen. Je kan dus best wel een agressieve methode hebben waarbij je zegt van, nou, zodra die in resistance komt, ga ik gelijk short. Ik doe dat niet altijd. Het hangt een beetje van de situatie af. Hangt ook van, is de markt zwak? Is de markt sterk? Dus de ene keer doe ik het wel, de andere keer doe ik het niet. Nu heb ik het wel gedaan en het heeft op zich goed uitgepakt. Deze beweging lijkt niet groot, maar dit heeft toch nog best wel wat opgebracht. Dus dat is met als daytraden. Soms lijken die bewegingen echt niet groot, maar doe een paar van deze bewegingen op een dag en dat levert best wel wat op. Dus op die manier heb ik de trade geplaatst. Die andere twee trades op SPY en op Apple, dat zijn eigenlijk twee soortgelijke trades, precies op dezelfde manier uitgevoerd. Dus ik hoop dat je wat aan had. Plaat even een opmerking onder en wat je van deze video vindt of we vaker van dit soort video's moeten plaatsen. Als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal, doe dat dan ook nog even. En like ook tevens de video. Mocht jij ook zoiets hebben van, hey, ik wil graag aan de slag met het traden, maar je weet nog niet zo goed waar je moet beginnen of je hebt wellicht nog wat vragen. Wat je nu kan doen is, je kan een gratis kennismakingsgesprek inplannen met mij of met iemand uit mijn team. Dat kan middels de link die hieronder in de video staat. Als je daarop klikt, dan kan je een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Het is volledig gratis, je zit nergens aan vast, maar je kan wel even je vragen stellen die je mogelijk nog hebt. En we gaan ook gewoon samen kijken of traden wellicht bij jou past en of wij jou daarbij kunnen helpen. Dus maak daar gebruik van. Nogmaals, je zit nergens aan vast. En spreek je in de eerstvolgende video.